Hij mag zich sinds vorige week de beste kitesurfer ter wereld noemen. De 21-jarige Kevin Langeree. Hij werd wereldkampioen kitesurfen bij een eiland in de Grote Oceaan. En gisteravond kwam Kevin terug, daar op het vliegveld, waar hij werd onthaald als een echte held. Journalisten, familieleden en vrienden stonden klaar om Kevin te begroeten. Hij won bijna een week geleden de wereldtitel op New Caledonië. Een heel mooi tropisch eiland waar Kevin al zijn kitesurftrucs heeft laten zien. Hier woont Kevin en vandaag wordt hij gehuldigd hier in zijn woonplaats Noordwijk. Hey Kevin, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is het om terug te zijn? Ja, koud, maar wel cool om weer terug in Nederland te zijn. Goed joh. Nou, als een echte wereldkampioen wordt hier met de limousine opgehaald vandaag. Zullen we maar instappen? Go. Ik mag namelijk mee naar het gemeentehuis. Dan kan ik hem snel even in de limousine wat vraagjes stellen. Hoe is het om wereldkampioen te zijn? Hoe voelt dat? Ja, wereldkampioen zijn is echt te gek. Het is echt een droom die uitgekomen is eigenlijk. Toen ik een klein ventje was, toen was ik op Scheveningen al aan het kijken naar die grote gasten. En toen droomde ik ervan om wereldkampioen ooit te worden. En ik heb de laatste paar jaar er echt keihard voor getraind en nu ben ik het. En het is echt waanzinnig. Jaren geleden was Kevin als 11-jarige al eens kitesurfen te zien in het Jeugdjournaal. Hij vertelde toen hoe hij opkeek tegen de grote helden van toen. Die zijn gewoon zo goed. Ik zou ook wel zo goed willen worden, maar... Wat moet je daarvoor doen? Veel trainen. Heel veel trainen. En dat heeft hij dus gedaan. Zoveel zelfs dat hij nu wereldkampioen is. Kitesurfen is sindsdien alleen maar populairder geworden. Ruim 10.000 mensen in Nederland doen het inmiddels. Voor iedereen die net zo goed wil worden, heeft Kevin wel wat tips. Je kunt best jong beginnen met kiten, zegt hij. Yes, ik heb zelfs ventjes zie ik van 9 jaar die al kitesurfen. Zorg wel dat je het eerst in weinig wind doet. Ja. En met een kleinere vlieger. En dan dat je gewoon een les neemt bij een erkende kitesurfschool. En gewoon genieten van iedere sessie die je doet, dat is het allerbelangrijkste. Nice. En dat heb ik ook gedaan en kijk hoe ver het gekomen is. En wie weet word je dan zelf ook ooit nog eens gehuldigd door de burgemeester in jouw plaats, zoals Kevin vandaag overkwam. Daar zijn we! Hallo! Nou, lang zal Kevin niet in Nederland zijn, hij vertrekt zondag naar Hawaii om te trainen. Tja, het harde leven van een kitesurfer.